Het jaarrecord voor de AEX is neergezet boven de 5,72. Dat is heel mooi. Dat betekent een stijging van 5%. En dan heeft u de afgelopen tijd nog flink wat dividend gekregen. Dus dat is zeker een heel mooi cijfer. Nou, als we nou gaan kijken waar die 5% door is opgebouwd, dan zien we dat de winsten met 10% gestegen zijn. En de waardering met 5% gedaald is. Dus het is een hele gezonde opbouw van deze hogere koersen. En dat stemt in ieder geval vrolijk. Die winststijging komt vooral omdat de dollar nu eigenlijk mee zit. Die is nu onder de 1,18. En omdat wij heel veel bedrijven hebben die heel veel internationaal opereren. En dan met name in de Verenigde Staten. Denk aan Aegon, Shell, Unilever, Wolters Kluwer Retail. Of je te veel om op te noemen. Dan zien we dat er echt wel toe bijdraagt dat de winsten omhoog kunnen. Een tweede is de hogere olieprijs natuurlijk. Shell is 15% ruim van de AEX. En die profiteert natuurlijk direct van die hele hoge olieprijs. En de laatste is natuurlijk de gezonde economische omstandigheden. Waardoor bedrijven meer winst kunnen maken. En alle drie de factoren zie ik nog niet zo 1, 2, 3 veranderingen komen. Hoewel de olieprijs wel heel hard is doorgeschoten. Maar dat is vooral politiek. En politiek voorspellen is een hele hachelijke zaak geworden. Nu meneer Trump in het Witte Huis zit. Dus daar zal ik me niet over uitlaten. Voor de rest zijn het wel gezonde economische omstandigheden. En die lijken nog wel eventjes door te rollen. Dus wat dat betreft hoeven we ons geen zorgen te maken. Let wel, op korte termijn worden koersen nooit bewogen door gezonde verhoudingen op basis van waardering. Maar ze kunnen er allerlei andere triggers zijn. Maar voor de langere termijn is het wel goed.